Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van mij. Het is inmiddels 1 november geweest, dus ik heb al lekker mijn kerstversiering staan. Tenminste, één dingetje hoor. Ik moet het voor de rest nog helemaal leuk aankleden. Maar we hebben deze alvast. Ik ben helemaal gelukkig. En vandaag heb ik voor jullie een shoplog van MS Mode. Ik heb een hele doos, zoals je ziet, besteld bij de MS Mode. En ja, die ga ik vandaag samen met jullie uitpakken en alles samen eventjes lekker passen. Dus ik ben net zo benieuwd als jullie. Lijkt je dit een leuke video? Doe dan alvast even een duimpje omhoog. En dan gaan we nu snel door met de video. Ik ga gewoon items uit de doos pakken en dan gaan we gewoon samen eventjes kijken wat het is en hoe het bij mij staat. Want dat weet ik zelf dus ook wel niet. Het eerste item wat ik eruit pak is deze leren jurk. En deze zag er op het plaatje echt super mooi uit. En ik wilde hem al heel de tijd bestellen, maar dan hadden ze dit weekend 20% korting. Dus ik denk, daar moet ik eventjes gebruik van maken. Ik vind sowieso de knopen die erop zitten, het zijn van die drukknopen. Die vind ik wel heel mooi. Het ziet er best wel luxe uit. Soms kan MS Mode wel eens van die simpele knopen eraan hebben zitten. En dat vind ik dan net wie net niet. Maar ik vind dit heel mooi. Dit ziet er veelbelovend uit. Ik ben benieuwd. Ik ga snel kijken. Ik denk ik zal je ook nog eventjes mijn outfit van vandaag laten zien. Want ik heb deze super mooie jurk gekocht van de week. En deze is van Blended Boutique. Heb ik hem gekocht bij mijn werk. En dit is zo'n leuk printje. Ik vind die plooien hier zo onderin ook echt super leuk. En dan met die cowboylaarsjes eronder. En dan die riem. Die riem komt ook van Blended. Echt heel leuk. Nou, ik heb nou dit jurkje aan. En ik weet het niet. Ik vind hem best wel tekenen. En dit is eigenlijk alle maat groter dan dat ik normaal pak. Want dit is een maat 48 en ik draag normaal maat 46. Dus ja, I don't know. Want ik zou dan eigenlijk voor hier nog een maatje groter moeten. Maar dan gaat hij hier, zit hij nu echt nog net op mijn schouders. Dus ik denk niet dat het mooi gaat worden. Dus ik denk dat dit hem gewoon, ja, dit is het modelletje niet voor mij. Dus dat is jammer. Het volgende wat ik eruit haal is dit pak. En zoals jullie misschien al weten heb ik dit pak vorige keer in een beetje zo'n groen-blauwige, donkere kleur gekocht. En ik denk, ja, die ruitjes zijn ook wel heel tof. Dus dat is dus ook weer met zo'n blazer. En dan zo'n broek. Dus ik ben ook wel heel benieuwd hoe dit staat. Ik vind de kwaliteit van de broek en van de blazer echt wel heel mooi. Dus ik ben heel benieuwd. Dit pak is zo tof. Ik vind dit echt heel vet. Echt heel leuk, dat ruitje er zo in. En dan kun je natuurlijk gewoon een beestje onderdragen in je Dr. Martens. En dan ben je eigenlijk al aangekleed. En voor zakelijk kan dat natuurlijk ook heel goed. Nou heb ik niks zakelijks, maar mocht ik hier wat zakelijks hebben, dan kan dit natuurlijk ook heel goed. Ik moet wel zeggen dat de broek best wel strak zit. Ik heb ook het idee dat hij gewoon een maatje kleiner valt of zo. Dus die zou ik eigenlijk wel een maatje groter willen proberen. Want ja, ik vind het zelf ook wat meer comfortabeler zitten. En anders tekent hij zo. Dus dat vind ik niet mooi. Het jasje daarentegen zit dan weer wel netjes. Die is qua maat ook gewoon goed. Ik vind het altijd iets mooier als hij verder over mijn schouder heen valt. Want ik heb best wel smalle schouders. En dan vind ik dit juist mooier. Dan geeft het me iets meer body, zeg maar. Ik zit wel een beetje te twijfelen over de kleur nou. Want ik vind hem toch best wel heel erg grijs. Ik zoek eigenlijk al heel lang zoiets, maar dan in het beige. En dit is echt grijs-grijs natuurlijk. Alleen ja, aan de andere kant, zoveel verschillende pakken heb je niet in onze maat. Die ook nog eens goed staat. Wat vinden jullie? En wat ik ook wel chill vind, is dat ik er ook een trui onder kan. Omdat het jasje zeg maar groot genoeg is. Dus dit vind ik ook wel heel tof. Dan het volgende wat ik eruit haal is een flare broek. En deze broek had ik gezien bij Irina Touw heet ze geloof ik. En zij maakt ook hele leuke video's. En daar had ik dus deze broek bij gezien. En ik vond het bij haar echt super mooi staan. Dus ik denk, nou ik ben benieuwd hoe het bij mij staat. Want het kan natuurlijk heel veel verschillen.
Misschien heeft ze net een ander modelletje dan ik en zo. Maar deze heeft dus hele leuke splitjes bij de pijpen. En dan loopt hij zo flair uit. Dus ik denk, dat vind ik ook wel heel leuk met bijvoorbeeld zo'n kouwielaars. Want dan kan die er zo tussenuit komen, denk ik. Ik weet het ook niet, hè. We gaan het gewoon even bekijken. De riem die erbij zit. Die is echt zo plastic fantastic als het maar zijn kan. Ja, ik denk dat ik die er niet op ga laten. Maar goed. We gaan gewoon eventjes kijken hoe die staat. En deze was echt mega afgeprijsd nu. Want normaal is die €44,99. En nu was die €10,80. Dus ik denk, nou, daar wil ik het wel voor proberen. De broek weet ik ook niet helemaal. Ik vind dat op zich wel een cool effect. Maar ik vind hem gewoon eigenlijk te strak staan. En nou heb ik de vorige keer de maat 48 al aangehad. En die zat eigenlijk weer te ruim. Dus ik denk niet dat dit gewoon helemaal het modelletje is voor mij. Plus, ik heb altijd het idee dat die stretchbroeken, als er te veel stretch in zit, zeg maar, dan gaat hij hier al te tekenen, vind ik. Ik hou daar gewoon niet van. En aan de achterkant. Op zich zit hij aan de billen wel mooi. Alleen hier aan de onderkant, zeg maar, hieronder, is hij ook wel heel erg aan het tekenen. Dus nee, het is gewoon niet mijn modelletje. Hoe mooi die bij Irina ook stond, zo lelijk staat die bij mij. Nou, het is niet echt dramatisch, maar ja, nee. Het is niet helemaal mijn ding. Jammer. Dan het volgende item wat ik eruit haal. Is deze top. En dit is zo'n kanten top. Ziet er heel mooi uit. En die is zeg maar vanaf je borst zit er een dubbele laag onder. Oh. En hij heeft stiekem aan de onderkant. Dat had ik niet gezien. Ja, meestal stop ik wel altijd de onderkant in mijn broek. Maar we gaan even kijken hoe dat is. Want daar hou ik meestal niet van. Maar ik vind de bovenkant heel mooi. Het loopt ook een beetje in een soort van V. Dus ja, ik ben wel heel benieuwd eigenlijk hoe die aanstaat. Ik vind de kwaliteit van het kant echt wel heel erg mooi. I love it. Nou, we gaan even kijken. Dit topje is echt heel leuk. Dit is zo'n kanten topje. En dan heeft hij zeg maar hier kant. En dan zit hier nog zo'n laag onder wat ik net al zei. Maar ik vind dat juist heel mooi. Want anders zit je altijd weer te kloten met je BH, met je hemdje, weet ik veel wat. En nu ben je gewoon, ja, gewoon goed bedekt zonder dat je daar iets aan hoeft te doen. Dus dat is wel heel chill. Het enige wat ik wat minder vind is die band. Even kijken hoor. Er zit hier in ieder geval zo'n band. Het is eigenlijk hetzelfde materiaal als de mouwtjes. En ik hou daar gewoon niet zo van. Want ik heb die nou dus zeg maar helemaal zo naar binnen gestopt. En nou zie je er natuurlijk niks meer van. En je kan dit natuurlijk wel nog in je broek stoppen of zo, als je dat wil. Alleen ja, ik vind dat altijd zo zonde als ze dat eraan doen. Ik heb het gevoel dat niemand daar knapper van wordt als je die gewoon zo naar beneden doet. Dat zal ik ook eventjes laten zien. Kijk, dan word je altijd zo bol, vind ik. Dus ik zou hem dan gewoon op de manier dragen hoe ik hem net had, zeg maar. Alleen zo is hij, kan hij dus ook. Ik zal het nog eventjes laten zien, dacht ik. Volgende item wat ik uithaal is deze. En dit stofje vind ik echt geweldig. Dit is een beetje zo'n mesh stopje. Ik kan er ook een klein beetje doorheen kijken als je, zoals je ziet. En deze heeft dus een klein pofmoutje, wat ik ook helemaal geweldig vind. Maar de stof vind ik vooral echt heel tof. Het is dus eigenlijk een soort meshstopje, wat ik net zei. En dan zit er een beetje zo'n fluwelen luipaardprintje op. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Zo kan je het wel zien. Dus dit is zeg maar fluweel. En daartussenin zit een mesh. Dus ik ben hier ook heel benieuwd naar. En ik heb hier ook een broek van besteld. Dus ik denk dat ik het misschien wel aan als setje. Ik weet niet of dat leuk is of dat het er echt uiteraard zien als een pyjama pak. Maar ja, ik zal die ook eventjes gelijk pakken. En dit is de broek. Misschien wordt het wel een pyjama pak. Ik weet het niet, want hier kijk je dus ook doorheen. Hier zit wel een broekje onder. Die komt, ja, net als je zo'n fietsbroekje aan hebt, zeg maar. Dus het lijkt net alsof je er zo'n fietsbroekje onder hebt. Ik weet niet of ik dat zo leuk vind. Maar deze loopt in ieder geval uit in een flarebroek. En misschien als je er dan zo'n dikke legging onder doet of zo, dat het wel nog leuk is. Maar dat kunnen we eventjes kijken. Ik ga het in ieder geval eventjes voor jullie aantrekken samen. Kijken of het een pyjama pak wordt. De zon is lekker schijnen zoals je ziet.
Maar ik heb nu in ieder geval die set aan. Dus de top met die broek. En ik vind het zo best wel een pyjama. Echt zonde. Misschien moet ik er eventjes een riempje op doen om het een beetje te breken. Zodat het misschien ook iets meer draagbaar wordt. Ik weet het niet. Ik vind het stofje wel echt heel leuk. Zo is hij dus met riempje. En dan vind ik hem al wel beter. Maar ja, ik vind het toch een pyjama pak. Maar dat komt denk ik ook door de stof. Want als ik beweeg zie je, dan krijg je ook echt nog die rimpels. Maar het is echt van dat fluweel. Dus het is ook echt een mega zachte stof. Wel heel chill natuurlijk. Maar ik weet niet of dat ik dit zo zou dragen, zeg maar. Ik vind het aan de ene kant wel heel tof. Maar aan de andere kant, ja, twijfel ik gewoon of dat ik dit wel aan zou doen. En dan vind ik dat zonde natuurlijk. Misschien moet ik eventjes met zo'n dunne riempje proberen. Misschien is dat leuker. Dan is hij zo. Vind ik eigenlijk nog leuker. Maar ja, ik twijfel echt heel erg. Wat vinden jullie? Kan dit gewoon voor zo? Of vinden jullie dit ook wel echt een pyjama pak? Ik weet het niet. Ik vind het stofje namelijk zo leuk. Oh, zo zie je het goed. Het is echt zo'n mesh topje dus met zo'n fluwelen print erop. Maar ik vind het toch denk ik te pyjama-achtig. Oh, ik vind hem zo leuk. Misschien moet ik eventjes gewoon de dingen apart zien. Dus eventjes de broek met een truitje of zo. En dan de top met gewoon een spijkerbroek of zo. Misschien is dat beter. En dan is dit hem met een trui. Ik heb gewoon een zwarte trui erop gedaan. Dat vind ik denk ik het mooiste. Ja. Weet ook niet helemaal wat ik hiervan moet vinden. Oh, ik vind het zo lastig. Ik vind het wel gewoon iets cools hebben of zo. Die print en dan die broek. Alleen, op een of andere manier vind ik het ook echt te veel op mijn pyjama lijken. Ik zal nog eventjes de top aandoen met zijn spijkerbroek. Oh ja, en voor mensen die afvragen hoe lang deze top is. Deze komt dus ja, tot over mijn kruis heen, zeg maar. Maar ja, zo ga ik hem dus niet dragen. Want als ik hem zou dragen, zou ik hem sowieso zo dragen. Maar nee, het is het gewoon niet. Ik leg mezelf erbij neer. Nee, helaas. Misschien komen ze nog wel eens een keer met zoiets uit, maar dan niet fluweel of zo. Ik denk dat ik me daar prettiger bij voel. Dat het gewoon iets minder een pyjama stofje is of zo. Ik weet het niet. Oh ja, van dat stofje wat ik net liet zien, hebben ze ook nog een jurk. Dus misschien is dit ook wel leuk. Dit is dus zo'n overslagjurk. En ja, die komt ongeveer ook denk ik tot de midi lengte. Denk ik, misschien wel op de knie trouwens. Of net erboven. En deze heeft dus aan de mouwtjes een beetje zo'n ruffeltje zitten, wat ik wel heel leuk vind. Ja, en ik vind gewoon dit stofje heel erg leuk. Misschien komt dat straks, als ik het aan heb, helemaal niet over. Maar ja, ik ben hier ook wel heel benieuwd naar. En dan is dit de jurkversie. En ik vind deze op zich wel leuk. Alleen ik denk dat ik hem net iets te lieflijk vind voor mij. Met die ruffels hier allemaal en zo. Zo'n overslagjurkje vind ik altijd wel leuk. Alleen op een of andere manier niet bij mij. Maar dan vind ik net zoals dat setje wat ik net aan had, vond ik qua... Ja, dat was net iets stoerder, zeg maar. Maar ik vind, ja, ik weet niet. Misschien moet ik hier ook eventjes een riempje op doen. Dat ga ik ook eventjes doen. Zo wordt het natuurlijk wel wat stoerder. Maar alsnog... Ik weet het niet. Ik denk niet dat ik dit modelletje echt wat voor mij vind. Ik vind het bij anderen altijd super leuk. Alleen ik vind het bij mij gewoon niet echt... Ja, ik denk echt die roesjes aan de onderkant dat ik dat gewoon niet mooi vind. Vind ik gewoon net iets te schattig of zo. Volgende item wat ik eruit haal is deze spijkerbroek. Dit is een grijze spijkerbroek. En ik was dus nog op zoek naar een skinny grijze spijkerbroek. Want ik vind zo'n broek juist heel mooi om met mijn cognackleurige laarzen te dragen. Die cowboy laarsjes. Dus ik denk, nou, dit vind ik wel een mooi broekje, denk ik. Hij ziet er kwalitatief gezien wel goed uit. Hij is lekker high-waisted, zag ik al. Dus dat vind ik heel prettig.
Ja, ik heb deze gewoon in mijn normale maat besteld. Ik heb trouwens twee maten besteld. Dus ik heb maat 46 en maat 48 besteld. Dus ik ben benieuwd. En ook hoe skinny die gaat vallen, want ik vind hem best wide. We shall see. Nou, de broek. Hoe zit de broek? Op zich zit hij wel goed. Alleen, ik vind hem, nou komt hij op de camera iets lichter over dan wat hij is. Maar ik vind hem eigenlijk nog te donker voor een grijze broek. Snap je dan wat ik bedoel? Ik hoef geen echt lichtgrijze broek, maar ik wil hem gewoon iets donkerder dan lichtgrijs. En ja, iets lichter dan deze kleur grijs. En ik vind eigenlijk ook dat hij niet heel skinny zit bij mijn benen. Ik heb allemaal extra stof over en dat vind ik zonde. Vooral bij die laarzen. Dan wil ik gewoon dat die broek echt gewoon strak zit in die schoen. Dus dit wordt hem helaas niet. Hij is wel mooi high-waisted moet ik zeggen. Want even kijken hoor. Hier zit mijn navel. Dus dat is wel echt een toppunt. En als laatste heb ik deze super mooie pantalon. En deze heeft ook zo'n omgeslagen pijpje. Net zoals dat pak. En hier zit zo'n heel mooi... Ja, wat is het? Een beetje gouddraadje. Maar... En dan een beetje in diezelfde kleur als die broek. Dus dat is ook wel heel mooi. Mooi accentje. Dus, ja, ik ben wel benieuwd. Ik vind zo'n pantalon eigenlijk altijd wel erg mooi. En deze kleur zie je gewoon heel veel. Zat ook mooi bij mijn jurk. Het is alleen een beetje gek om die onder een maxi jurk te dragen. Dit is die super mooie roestkleurige broek. Alleen, of er zit een foutje in. Of hij is te klein. Alleen ik vind hem eigenlijk best wel oké zitten. Alleen hier trekt hij dus. Heel gek. Aan allebei de kanten. Het lijkt net alsof hij iets strak moet trekken hier. Nou vind ik hem hier weer te wijd dan. Dus ik denk ook niet dat het helemaal mijn modelletje is. Ik vind die dat draadje op die... Aan de zijkant vind ik wel heel leuk. Oh, maar je ziet ook echt alles door deze broek heen. Echt zonde. Nee, het had zo leuk kunnen zijn, maar... Dit is hem niet. En dan als laatste item heb ik deze super toffe trui. Dit is met van die franjes eraan. En het zijn van die... Zilveren... Ja, een soort van kettingjes eigenlijk. Maar echt heel leuk. En de trui is echt heel zacht. Beetje een wat stugger modelletje. En de mouwtjes zijn een beetje zo'n pofmoutje. Dus dat vind ik ook heel leuk. Ik denk dat dit wel heel leuk is. Ik ben heel erg benieuwd. Dit is de trui. En ik vind hem echt geweldig. Ik hou echt van die franjes. Het zijn dus inderdaad wat ik net zei van die... Ja, van die metalen dingetjes. Ik krijg het anders niet uitgelegd. En ik vind het juist wel heel leuk. De mouwtjes zijn wel een beetje lang voor mij. Ik doe ze meestal ook nog eens een keer omhoog. Dus dan zie je het helemaal niet. Maar ik vind het wel leuk dat die mouwtjes een beetje poffen. Dus ja, ik vind dit echt heel leuk. Zo, en dan is de doos leeg. En dan heb ik alle items voor jullie aangetrokken. Ik had ook nog twee paar panties besteld. En op de site waren het verschillende panties. Wel dezelfde prijs. Alleen de ene heette gewoon een normale panty. En die andere heette de 3-Day Curvy Tights. Alleen ik heb twee keer deze binnengekregen. Dus ik denk dat ze op de site gewoon twee verschillende artikelen hebben staan die hetzelfde zijn. Ik weet niet precies hoe of wat. Maar deze heb je dus net gezien onder die jurk die ik aan had. Dus dan kun je dat ook gelijk even zien. Ik zal anders eventjes nu ook nog wel eventjes een beeld invoegen dat je de panty goed kan zien. Dit is dus die panty. En er zit best wel veel stretch in. Zo noemen ze hem ook al. En je ziet... Nou, het beeld lijkt het net alsof je je benen er beter doorheen ziet als in het echt. Want ik vind ze best wel donker. Nou is het natuurlijk geen 20 denier die ik normaal altijd heb. Dus ja, daar moet ik dan natuurlijk wel eventjes aan wennen. Maar op zich, hij komt echt wel tot hier. Hij, ja, er zit dus lekker veel stretch in. En ja... Misschien eventjes wennen aan die donkerdere kleur. Maar ja, als het echt koud is, draag ik ook geen 20 denier panties meer. Want dan wordt dat ook gewoon te koud. Dus misschien is dit juist weer wel een goede optie voor als het echt koud wordt onder jurkjes. En dan waren dit echt alle items. Ja, laat me eventjes weten welk item je het leukst vond.
Vond je dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. Want ik maak heel veel fashion video's. En volgende week heb ik ook een hele leuke video. Want dan heb ik namelijk een stylingbox voor jullie. Dus dan ben ik gewoon heel benieuwd wat een stylist voor me uitgezocht heeft. En ja, dat zie je dus volgende week. En dan hoop ik jou de volgende keer weer te zien. Doei!